gewoon stom. Wie is daarmee eens? Ja, kijk, er zijn er heel veel mensen. Maar onderwijs is leuk. Wie is daarmee eens? Precies diezelfde mensen. En dat is er nou juist. Volgens mij kunnen in die zin heel veel leerlingen zich herkennen. En voor mij is die zin in de afgelopen jaren zo ongeveer mijn lijfspreuk geworden. Ik zat in de vierde klas en op zich was ik een hele brave scholier. Redelijk normaal meisje, onopvallend in de klas. Ik lette altijd wel op, maar ik deed vrij weinig. Ik maakte geen huiswerk. Ik leerde niet voor mijn toetsen. Ik spijbelde wel eens regelmatig. En op zich is daar niet zoveel mis mee. Maar het probleem was nou eenmaal dat ik daardoor wel steeds lagere cijfers ging halen. Toen ik binnenkwam op de middelbare school voor het eerst, toen kwam ik boordevol enthousiasme binnenzetten. Ik was echt gedreven om hoge cijfers te halen en goed mijn best te doen. Maar in 4 jaar tijd is dat dus helemaal gekelderd tot een dieptepunt. In de vierde klas bleef ik dan ook zitten. En dat is op zich best gek. Want zelfs docenten die zeiden van, Marielle, hoe kan dat nou? Ik bedoel, ik deed aan alles mee wat niet verplicht was. Ik deed mee aan niet verplicht musea bezoeken. Ik ging meedoen aan wiskundewedstrijden, voordrachtwedstrijden, debatwedstrijden. Sterker nog, ik heb onze school nog vertegenwoordigd op een nationaal wiskundewedstrijd, terwijl ik zelf een 4 voor wiskunde stond. Gek, heel gek. Ik bleef zitten en ik baalde daar ontzettend van. Ik heb toen na zitten denken hoe dat nou eigenlijk kan dat ik bleef zitten. En ik heb daar een antwoord voor gevonden. School is gewoon vet saai. En dan bedoel ik niet alleen mijn school, want ik had op zich een hele leuke school. Maar het hele schoolsysteem, dat moet gewoon anders. Ik heb toen heel erg zitten nadenken. Hoe kan dit? Wat moet er anders? En ik dacht, ik kan wel blijven doorgaan met mijn hakken in het zand zetten. Ongemotiveerd de klas in gaan, spijbelen. Maar de enige die ik daarmee te pakken heb, dat ben ik zelf. Dus ik dacht, hoe ga ik het aanpakken? Nou, ik ben toen als eerste maar gewoon mijn mening gaan geven. Ik ging bij de leerlingenraad en ik dacht van, ik wil het anders hebben. Dat laat ik weten. Dus ik ga mijn haar ook nog eventjes knalrood verven. En ja, dat viel op. Ik was niet meer dat onopvallende meisje wat ergens op school in de klas zat. Ik had een mening en die liet ik horen bij de leerlingenraad. Vanuit de leerlingenraad kwam ik in de medezeggenschapsraad terecht. En van het een kwam het ander. Ik werd door een schoolgenoot gevraagd of ik ook wilde helpen bij de scholierenstaking van het LAX. Misschien kennen jullie het wel. Hebben jullie meegedaan met staking? Wie heeft er allemaal gestaakt vorig jaar? Ja, nou toch wel een paar, hè? Nou, weet je, ik vond het natuurlijk onwijs cool. In mijn eentje in de trein naar Amsterdam. Voor het eerst in mijn leven in een tram. Dat was ook wel heel bijzonder. En natuurlijk verdwaalde ik als inheemse Fries in het grote Amsterdam. Maar toen ik eenmaal daar voor de deur stond, was ik echt bloednerveus. Ik dacht echt, ja, dat LAX, weet je wat boeken van denken? De grote scholierenvakbond. Maar toen ik daar binnenkwam, toen was die spanning in één keer weg. Want wat ik daar binnen zag, dat waren allemaal scholieren die stuk voor stuk het onderwijs wilden veranderen. Die wilden school weer leuk maken. En toen ik dat zag, toen was ik om. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En toen ik hoorde dat er een vacature vrij kwam voor een nieuw bestuur, heb ik ook direct gesolliciteerd. Verbazingwekkend genoeg ben ik met mijn knalrode haar, mijn onmogelijke kledingsmaak en met mijn eigenzinnige mening de sollicitatierondes doorgekomen. En een paar maanden later zat ik daar als bestuur. En mijn motto werd mijn missie. Ik wil de school weer leuk maken. En ja, als je daarvoor dan ze nu en dan mag thee drinken met de minister van Onderwijs, onder schooltijd. Ja, dat is dan niet zo erg, toch? Ik bedoel, een betere smoes om te spijbelen is er gewoon niet. Mijn motivatie voor school, die werd uit het niks een stuk groter. Want ik had eindelijk een uitdaging gevonden naast mijn school. Nu heb ik bij het LAX heel erg geprobeerd om mijn motto daadwerkelijk gestalte te geven. Ik wil de school weer leuk maken, maar ik merkte al gauw dat het me vanuit het LAX niet ging lukken. Want ik kan het wel oneens zijn met hoe het op school gaat. Maar ik kan het niemand opleggen, want elke school is anders. Dus eigenlijk moet je beginnen bij jezelf. Daar ben ik toen heel snel achter gekomen. En dat heb ik toen ook op mijn eigen school proberen te doen. Om een voorbeeld te geven. We hadden een geschiedenisdocent.
En de geschiedenisdocent, die was oer en oer saai. Gewoon hoe je een echte geschiedenisdocent ziet, hij was zelf gewoon één grote geschiedenis. Het was echt niet uit te houden een les bij hem. En dat vonden wij als leerlingen wel, maar hij had het zelf niet door. Dus toen zijn we met hem in gesprek gegaan. Want omdat je hem ook laat inzien dat het anders kan, ging hij openstaan voor vernieuwing. Hoe kan dit? Ik heb daar een theorie voor. Die theorie is dat school een soort van oorlogsgebied is. Weet je, je hebt de docenten en je hebt de leerlingen. En het gaat botsen. Wie heeft er wel eens ruzie met een docent? Ja, dat is bijna iedereen. Zie je? En op zich is dat heel gek. Ik zal het eens eventjes laten zien hoe dat kan. Aan de ene kant heb je dus de leerling. Die staat hier zo mooi en die is verveeld. Dus die gaat een beetje achterover in de klas zitten. De docent die daar aan de andere kant staat, die gaat dan natuurlijk zeggen van ja, jij moet even opletten. Jij haalt weer slechte cijfers straks en dan word ik er weer op afgerekend als docent, dus opletten jij. Nou, die scholier die denkt van ja, het is natuurlijk een super saaie les. Waarom zou ik opletten? Dus die gaat weer niet opletten. Uiteindelijk wordt de leerling eruit gestuurd. Die moet zich melden, die moet strafwerk maken, die moet terugkomen. Ja, en dan heb je oorlog in de klas. Maar waarom gaan die twee niet met elkaar in gesprek? Want ze hebben hetzelfde doel en dat is een leuke les. De docent wil zijn of haar lesstof overbrengen. En de leerling, ja, die wil gewoon een leuke les hebben. En ja, als je dan iets leert is ook mooi meegenomen natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk om dat het leuk is, toch? Nou, uiteindelijk was dat de essentie waar het om ging. Die geschiedenisdocent, die stond open voor vernieuwing. Omdat wij aan hem vroegen, hey, wat vinden wij leuk? En hoe kun jij dat veranderen? En de docent was onwijs bereid om daarop in te gaan. Een ander voorbeeld is het aannemen van docenten. Wij als leerlingen vonden het oneerlijk dat docenten aangenomen werden en dat wij er helemaal geen inspraak in hadden. Ik bedoel, wij moeten toch met die leraren werken, dat moeten de directie niet doen. Dus toen zijn wij naar de directie gestapt als leerling en we zeiden van ja, meneer de rector, wij willen gewoon in de sollicitatiecommissie zitten. En toen zei de rector, prima, gaan we regelen. En sindsdien zit er bij elke sollicitatie van docenten zit er een leerling. En dat is natuurlijk de ultieme manier om de stem van leerlingen te laten horen. En zo ook bij het klaslokaal van Grieks, want dat was wel zo ouderwets, zo'n saai, stoffig klaslokaal. Dus de derde klas teken heeft met een tekendocent het klaslokaal gepimpt. Dat is tegenwoordig blauw, met dan op de muur een grote wereldkaart en zuilen bij de deur. Een jaartje later hebben ze het wiskundelokaal gedaan. Ik bedoel, ik heb gewoon les gehad in een knaloranje wiskundelokaal. Dat is toch super vet. En wat je hier nou mee bereikt, is dat de school eindelijk mijn school werd. Omdat ik mee mocht praten over wat er ging gebeuren op school, werd mijn motivatie voor school een stuk groter. Wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat je met de hele kleine dingen grote veranderingen kunt maken. En die kleine veranderingen die beginnen bij jezelf. Want je kunt als leerling, of als scholier, of als jongere wel denken dat die volwassenen het voor het zeggen hebben. Maar dat is gewoon niet zo. Er wordt veel te veel over jongeren gesproken, maar er wordt niet met jongeren gesproken. Dus het initiatief moet gewoon bij de jongeren zelf vandaan komen. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, jongens, als je een mening hebt, laat die horen. Sterker nog, volwassenen vinden het vaak ontzettend leuk dat je die mening laat horen en dat je mee wilt praten. Dus ik zou zeggen, als jij ook school stom vindt of wat dan ook, ga er dan zelf wat aan doen. Want als jongeren kun je echt het verschil maken. Dank jullie wel. Thank you.